Dat gaat nog komen. Ik wil even voorleggen, want daar hebben we het natuurlijk over gehad net in de uitzending. En Marcel Aijs is ook hier. Gaan we daar nog even naar kijken. Jullie zijn allebei bij Amy Pieters op bezoek geweest. Ja. Hoe is het daarmee? Ja, naar omstandigheden... We hadden net dus ook al even kort besproken, maar het is best wel lastig om dat... uit te leggen. Ja. Ja, het is natuurlijk gewoon een verschrikkelijke situatie. Ja. Dat, dat ten eerste. Maar er worden wel stappen gemaakt en dat is heel positief. Mm. En de behandelingen staan goed aan. Vooral het fysieke deel gaat erg goed. En dat is ook te verwachten van een topsporter natuurlijk. Het is heel bijzonder bij Amy dat de mentaliteit die ze altijd had... nu ook, na alles wat er gebeurd is, ook weer naar boven komt. Dus dat, dat vind ik heel bijzonder. Dat is zo'n intrinsieke persoonlijkheidskenmerk is... en dat niet verdwijnt op het moment dat je hersenen laat zitten. Het vechten zit erin, dat blijft erin en dat zal er nooit uitgaan. Dat vond ik heel bijzonder om te zien... maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat het relatief goed gaat met hoe ze eind december erbij lag. En, Zeker. Je had zelf ook natuurlijk last van een hersenschudding, hè? Daarom fiets je ook dit jaar niet meer. Ik ben onder andere betrokken bij hersenstrijd. En hersenstrijd, daarvoor spraken we ook met Marcel Aijs, neuroloog van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Die is eigenlijk daarmee begonnen om juist aandacht te vragen voor het hersenletsel. En te kijken van ja, moet er niet, met name op de korte termijn, op het moment dat iemand binnenkomt, niet alleen gekeken worden naar het bekken of hart en longen, maar ook naar de hersens. Dit zei Aijs. En ik denk dat wij er... in de acute fase alles aan moeten doen om zoveel mogelijk hersencellen te redden. Want die mensen hebben zo'n intense revalidatie voor de boeg... dat ze echt elke hersencel nodig hebben om dat tot een goede afloop te krijgen. Het is een mooie dag. Ik denk dat het verhaal van Amy Pieters, dat toont toch redelijk wat gelijkenissen... met bijvoorbeeld het verhaal van de ex-wielrenner Stig Broeks. Maar ze heeft natuurlijk diep in coma gelegen... Ze heeft nu inderdaad nog uitval, duidelijk aan één kant. Ja, het zou mij toch niks verbazen als, als zij weer gaat lopen. Als het haar weer lukt om te gaan schrijven. Ja, en ik hoop zelfs eigenlijk dat ze weer iets binnen het wielrennen kan bewerkstelligen. Zoals je dat bijvoorbeeld toch ook hebt gezien bij een Jelle van Gorkum. Die na een ernstige valpartij nu toch weer jonge jongens aan het coachen is binnen het BMX. Dus laten we haar vooral niet opgeven en haar heel goed steunen in haar revalidatie. Prima. Ja, Stig heeft ons laten weten dat hij vader gaat worden. Dus dat geeft toch maar aan dat eigenlijk hij in staat is om het gewone leven op te pakken. Hè, met een leuke vrouw, met hopelijk dadelijk ook een leuk gezin. En dat geeft denk ik ook hoop voor Amy. Hij heeft ook een mooie brief aan haar geschreven. En ik hoop ook dat met zijn geef nooit op, dat dat voor Amy kracht en moed geeft. Ja, dat was inderdaad Marcel Aijs, dus ook voor een deel betrokken was bij de revalidatie van Amy. Is dat besef er, voor jouw gevoel, bij de familie, de vrienden van Amy, dat er wel perspectief is? Of is de shock nog altijd zo groot? Nee, zeker. Ik denk dat de familie juist echt heel goed daarin is. Ze zijn heel positief eigenlijk in deze situatie en echt een grote steun voor Amy. Wat zij ook nodig heeft in deze tijd natuurlijk. En zij kan echt op de steun van haar familie rekenen. Ja, moeilijk is het natuurlijk ook een beetje van, ja, je merkt aan de KNWU, die zit een beetje in die situatie zoals Ajax zat met Nouri. Wie is verantwoordelijk? Wie moet er betalen? Ja. Is dat nog gecompliceerd? Nou, in mijn ogen wel. In mijn ogen, wat ik gehoord heb, gaat het tot nu toe niet goed. En valt het heel erg tegen hoe de KNWU betrokken is. Ik denk dat we dat wel gewoon kunnen zeggen, want... als je ziet dat zij kaarten opsparen van 4 maanden ongeveer in totaliteit. En dat wordt in een doos in 1 keer opgestuurd. In plaats van iedere week even afgegeven. Dat de familie een hele tijd dacht van, goh, het is in 1 keer heel stil. Ik weet niet of jij het ook hebt meegekregen. Maar ik kan nog steeds niet bevatten dat dat gebeurt. Nee, bij zo'n want Amy reed op dat moment eigenlijk onder de vlag van de KNWU. Zeker? En dan merk je dat Zeker? De juridische aansprakelijkheid die gaat een beetje ten koste van de empathie. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Nu we het hier weer over hebben, kan ik er nog steeds niet met mijn hoofd bij dat dat soort dingen anno 2022 gebeuren. Ja. Natuurlijk ook wel moeilijk, hè. In die zin zijn wielrensters, ook zoals Amy, zijn wel goed genoeg verzekerd voor zo'n arbeidsongeschiktheidssituatie?
Nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat de KNWU daar goed voor verzekerd is. Dus het verbaast me ook dat ze hier zo lang over doen, inderdaad. Ja. Ik denk, het zal verzekering technisch waarschijnlijk lastig zijn wie er verantwoordelijk precies is. Want dat is natuurlijk wel lastig. Wie is er nou verantwoordelijk voor zo'n valpartij? Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel goed zal moeten komen. Maar het is natuurlijk heel lastig dat het zo lang moet duren. Maar moeilijke situatie inderdaad. Wel fijn dat er in ieder geval een fonds is voor Amy. Ja. Hoe gaat het daarmee? En wat kunnen we nog doen? €115.000 is er ongeveer nu al opgehaald. Enorm veel is er gedoneerd, maar er kan niet genoeg gedoneerd worden. Dus amypieters.nl. Ja, echt. Ga naar de website en steun de stichting. Ja. Het is echt van hele grote waarde. Zoals nu in de zomervakantie kunnen ze echt bepaalde behandelingen blijven doen door die stichting. Want, je kan bijvoorbeeld echt van een zwembad. Ja, precies. Ja. In het zwembad gaat in de zomer dicht. Dan huren ze nu zelf dat zwembad af met een trainer. Zodat ze toch die training kan blijven doen. Waar ze echt heel veel profijt van heeft. Ja, dat laat wel zien hoe belangrijk die stichting is. Ja, dat ga je ook doneren. Ja, zeker. Wij ook, we gaan, ik werk zelf natuurlijk ook in de gezondheidszorg. En wat ik gewoon zoveel zie bij patiënten en ook deze categorie, is dat er in bijna elke situatie is er winst te behalen. En moet er wel in geïnvesteerd worden en moeten daar financiële middelen voor zijn. Maar is er altijd een weg naar een bepaalde groei? En waar dat eindigt, dat weten we niet. Maar dat je altijd stapjes voorwaarts kan zetten. Ja, dat is absoluut een zekerheid. Ja. En in die zin doet de situatie van Sticht Broeks, die geeft natuurlijk wel heel veel moed. Ja, dat gaat toch steeds beter, dus dat is ook mooi. Maak een bruggetje naar de quiz. Ja, hoort er ook bij. Ja. Dan moet ik zeggen, dit is het boek dat u kunt winnen. Over de beste damesprestaties van de laatste decennia in het wielrennen. En dit is het shirtje met de winnaars. Ik heb het gezien van Kim, die had echt iedereen eigenlijk op het shirtje staan. Ja. Dit zijn de gasten. Le Tour van kunt u dus ook winnen uiteindelijk. En de vraag... Ja, dus één shirt met alle gasten die hier zijn geweest. En één shirt dus met alle toppers uit het vrouwenwielrennen uit de Tour. Uit de Tour, inderdaad. Dus, nou, dat is echt... Echt, die shirts die zijn heel veel geld waard. Ja, dat is echt een bijzonder shirt. En straks nog die van jullie erop. Nee, want het was inderdaad heel speciaal. Jip, wil jij de vraag doen? Ja, dat is goed. De camera is voor jou. En je wint ook het boek? Als je de vraag goed hebt, win je het boek. Oké. Okay. De vraag is, wie won de Fonta Limburg Classic bij de dames in 2019? En je moet hem ook een beetje inleiden. Oh. Van hoe dat ging en dat er een gestolen overwinning was eigenlijk. Nou, in een hele spannende Fonta Limburg Classic met een kopgroep van drie vrouwen, waaronder Belle de Gast en Jip van de Bos, ging één iemand misschien de sprint iets te vroeg aan, iets te zelfverzekerd en moest haar meerdere herkennen. En wie was die winnares? Als co-commentator mag je alles oplezen. Ja, die moet ik helemaal zelf bedenken. Die moet je zelf bedenken. Ik vond het een mooie samenvatting. Ja? Ja, mooi. Ik denk, ik moet gewoon snel die vraag erin gooien. Ja. Het moet snel, kort en bondig. Ja. Was dit het of niet? Nou, ja, nu kunnen we lekker aan de borrel gaan. Oké, okay, kunnen we lekker.